eigenlijk is deze hele hoek nieuw, dus overal hangen nog kasten. He, dat waren altijd plankjes. Nou, we hebben alles nou gekoeld. We hebben de koude kant gescheiden van de patisserie. Dus er zijn twee aparte kantjes geworden. Logistiek is dat ook beter te bemannen nu. Want aan deze lange kant stond gewoon een plank met een vacuümmeermachine en een prullenbak eronder en dat soort dingen. Nou, dat is nu echt functioneel geworden door er een koude kant van te maken. Wat ook beter aansluit bij de rest van de keuken. Die wij eigenlijk anderhalf jaar nadat we hier zijn gestart al hadden aangepast omdat het echt noodzakelijk was. En zo doen we eigenlijk iedere keer als we wat verdiend hebben, passen we weer wat aan. Nou, bij Martin in de Lindhof en Giethoorn was ik gewend om met Palux te werken. En Palux is gewoon oerdegen kwaliteit. Als je kijkt hoe die keuken bij Martin er nu nog uitziet. Terwijl hij heeft geloof ik in, weet ik niet precies meer. Maar heeft hij toen zijn eerste keuken verbouwd. Nou, dat is nog steeds top. Hoe die laadjes rollen, de degelijkheid. Kijk bijvoorbeeld daar, kan ik je straks laten zien, daar zitten laders in met emmers. Daar zit bloem in, 25 kilo, dus dat rolt 50 kilo op en neer. Over 20 jaar rolt dat nog steeds zo op en neer. Dus ik ben altijd, je moet de beste kwaliteit kopen en anders moet je het niet doen. En Palux is voor mij de beste kwaliteit. Ik zeg ongeveer hoe ik het wil hebben. En Palux denkt gewoon met je mee. Die zeggen van hé, we doen het zo of zo. Zelf moet je ook wel een boel dingen aangeven. Want ja, sommige dingen zijn op maatwerk. Vooral het hoekje waar wij nou een aparte bakkersafdeling van hebben gemaakt. Dus je moet zelf wel een bepaalde visie hebben hoe je het in wil delen. Maar ja, goed, wij zitten hier inmiddels 6,5 jaar. En dan weet je precies wat ideaal zou zijn. Ja, kijk, dit kwam in 3 bladen binnen. En als je kijkt hoe mooi laadloos dat in 1 stuk doorloopt. Ja, dat is wel hartstikke mooi. Wat ik wel mooi vind, maar dat is hoe ze dat, die kastruimtes weer hebben benut. Maar goed, zo heel veel viel er voor hun denk ik ook hier niet te winnen, want het is recht toe, recht aan. ja. Maar dit is wezenlijk een ruimte geworden waar we nu werken. En dat was het eerder nooit. Dat was alleen deze lange kant. En dan gingen we een klein stukje die kant op, er stonden ook nog oude rekken waar de borden op stonden. Dus ja, die borden schuif je ook eerder tegen zo'n muur aan, waardoor je chipjes eraf krijgt. Kijk, nu staat het allemaal mooi in kasten. En zo'n kast kun je wel even een foliewandje achter maken. Ja, kun je niet zwaar, vind het niet goed als het direct op de muur komt. Nou, dat is een wezenlijke verbetering. Het is dus ook behoud van je spullen. En het is gewoon veel prettiger werk omdat het allemaal netjes is. Nou, kijk, als het niet goed is, dan komen ze daar stellen. Maar dat verwacht ik ook. Het is heel eenvoudig. Dus bij de meeste leveranciers vragen wij ook niet om korting, maar we vragen wel om kwaliteit. En dan verwacht ik ook dat die service top is. Kijk, en als het niet goed zou zijn, dan ben je als leverancier ook gauw een keer uitgekakt.